Ik had niet verwacht dat zo'n soortje zou zijn dit. Sorry. Dit wordt de mooiste glitterglijbaan ever. We zijn de drie musketeers. We zijn de zes. De pakketjes! Ja jongens, we hadden het er thuis over van wat zou een keer een leuke video zijn om nog eens een keer te gaan doen, iets wat we eerder hebben gedaan. Ja, en dat is een glijbaan van de trap afmaken weer. Ja. Zoals je nu op beeld kan zien, we hebben toen inderdaad een glijbaan gemaakt. Ja. Een kartonnen doos op de trap. Hoe klein waren jullie toen? Ik was maar zo klein. Daarvoor moeten we wel plakband hebben en dat hebben we natuurlijk niet. Nee. Maar Jesse en Sam, wat moeten mensen nou doen? Als ze nog geen abonnees zijn, vertel eens even. Abonneren! Belletje, duimpje op en een belletje deze. Tuurlijk. Wat? Wat doen? Kijk, zo. De grap was dat hun zouden schrikken omdat ik hier dit zou doen. Ja dan? Kijk. Maar dat doet hij niet. Deze, wat moest er dan gebeuren? Ja, dat hij plopt. Goed, nou de bedoeling was dus dat gedurende deze video ik af en toe met de confettipoppen zo zou bam ze doen. En dat we net zouden schrikken. En misschien de mama en Pip en wat dan ook. Maar voordat we verder gaan, gaan we eerst even andere confettipoppen halen. Het schiet het. Nou, we zijn even op en neer gaan naar de winkel om andere te halen. Wat hebben we nu? We hebben hier twee gouden. Twee gouden. Twee zilveren. Zilveren. Mm-hmm. En twee gouden. Ja, oké, wat we gaan doen. We gaan dus inderdaad een nieuwe glijbaan maken van karton. Ja. Maar in de loop van de middag gaan we ze elke keer proberen hun te laten schrikken. Maar ook bijvoorbeeld mama en Pip. En we gaan nog iemand ophalen, Rachel. Ja, want zoals jullie hebben gezien op de video, Rachel deed er vorige keer ook mee. Dus die moet natuurlijk wel meedoen. Ja. Heel wild. Maar gaan we Rachel dan ook laten schrikken? Ja. Ja. Ah! Ja. Ah! Ja. Schrok je? Ik schrok echt alleen wat gaat open. Oh, ja hier. Kijk. Oh. Nooit geweten. Oké, nee jongen, ik had niet verwacht dat zo'n soortje zou zijn. Dit is echt niet meer normaal, man. Wie gaat het opruimen? Nee. Let op, hè. Oh, nee, niet hier het soortje, man. Oké, jongens, nou, plakband hebben we. Toppen van lui uit dit, hè? Nee, dat is geen lui uit. Ik loop nog steeds. Ja, dat is sowieso. Oh, misschien mogen we die doos hebben die daar zat. Hopen dat hij in de auto past. Ik denk weer in de achterbak en dan een beetje klep open. Ja, nee. Nou, ik weet niet waar de jongen zijn gebleven. Maar ik heb hier wel een hele mooie doos. Ik zeg altijd te kort. Dus nog een keer. Hi, schatjes. Nou weer terug. Ik had nog één move. Ja? Niet drie, maar twee. Heb jij twee snoepjes gehad? Ja. We hadden nog meer dozen. Die andere liggen in de auto, maar ik heb hier wat kleine doosjes. Ja, jij hebt snoep. En we hebben nog van jullie fietsen natuurlijk. Deze megadozen. Ja. Hé, maar wat gaan we nu doen? Nee. Ik ga Rachel bellen. Rachel bellen dat ze moet komen? Ja. Nee, niet bellen, maar appen. Of appen, ja. En dan gaan we haar proberen te laten schrikken met de confetti. Ja. Jij appt Rachel? Wat ben je van Pauline? Oh nee, die dozen mogen niet kapot, hè? Oké, jongens, Rachel is gebeld. We gaan nu wachten. En we hopen dat Rachel hier blijft staan. Schokje. Ja.
Ja, yes, ze missie geslaagd. Jij schrok niet, hè? Wij wisten. Hey Pip, high five, wij wisten het al, hè? Goed zo. Goed, nou terwijl mama hier lekker bezig is met alles. Je hebt overal ook nog een schatje. Ja, ja, ja. Het is tijd om onze nieuwe glijbaan te gaan maken, maar we gaan heel even kijken. Kijk. Zoals jullie de vorige keer de video hebben gezien, dit is Sam. Nou, Rachel is op zich ook wel gegroeid. En Jess is ook gegroeid. Ja, ik ben gewoon door Rachel. Woe! Nou, Pip maakt eigen attractie. Ik ben even aan het kijken. Ja. Kijk, ik kan even kijken. Van hier. Nou. Daar zo, ja, dat is van daar naar daar. Dat is 88 centimeter. Dus 88 centimeter. 94 centimeter. 94 centimeter, nou, handig om te weten. Oh ja. Oh, dat is echt. Ze zit heel veilig dit. Kijk. Ja, vanaf nu noemen we hem Psycho Sam. Nee, nee, voorzitter met haar mes. Kom even. Waar moet u in ieder geval voor zorgen? Wat ging er vorige keer niet helemaal goed? De bocht. De bocht. We hebben een soort dingen dan een zoveel. Ja, dat die, ja, want vorige keer was het zo bam bam. Dat was niet helemaal zoals moet. Nou, dat is hard werk hier, of niet? Ja. Sam is de enige die wat doet hier zo. Dan kunnen we hier die zeerol inpakken. Oh ja. Sorry. Ja, ik heb hem. Gaat het? Ja! Oh, ja. Rem! Sam verzit, hij is een paard. Oh. Nou, Sam is gewond. En Sam is ontwapend. Sam, pak het mes, pak het mes. Nee, niet echt, nee, nee. Je moet net oppassen met de grappen die ik maak. De ene Jasmine. Nee. Nee, ook. Jasmine doet, dat is waar. Oké, doe maar, doe maar. Ik heb jou. Oké, tudum, tudum. Ja? Ja, doe maar, ja. Ja, dan denken jullie dat zielig voor Jess, maar Jess heeft het verdiend, want die zit hier ook tegen Sam te slaan. Open met drie zware. Oké, jongens, wat gaan we nu doen? Deze naar boven. Deze naar boven. Zijn we even duwen van de kant? Ja. Duwen. Duwen, waarheen? Mijn past niet. Ja, maar deze kant moet, hier moet meer karton komen, deze kant. Dus hij moet juist andersom. Zo! Hier, ja, ben... Ja? Ja, let nu weer. Oh, nee, gaat maar hij. Ah, hij valt voor je, Rachel. Maar ga voor mij. Ga zo makkelijk! Ja, ga eens even naar boven. Die heeft sok aan. Ja! Ja, ik denk inderdaad die een stuk snijden. Okay, en die moet dan zeg maar op dit stuk komen. Dit stuk? Dan gaan we. Ja. Yes, pas op, Sam. Hop! Wat ben je er voor aan het doen? Oké, okay, we gaan nou even heel vrij willen testen. Of de glijbaan een beetje veilig is hier. Er gaat iemand naar beneden, wie wordt het? Oké, okay, ik ga het doen. Oké. Okay. Ja, dit stuk moeten we nog doen. Oh. Oh, ja, ik kan jullie niet allemaal tegenhouden. Kijk, ja? Kijk, dit is een mooie schat. Wat ik voor binnen schat zit. Nou, dat was Jesse. En dan komt Rachel. Oh, ik heb zo zin om hier vanaf te glijden. Jongens, is hij nou klaar of missen we wat hier? We missen nog. En dat is? Kussens. Ja, maar dan moet je even bochten maken hier zo. Ja, en dan moet dat alles vast. Ja, maar hoe krijgen we dit vast? Jesse, probeer eens even. Ja, jongens, zullen we Rachel opsluiten hierin? Ja. En dan aan de straat zetten, wordt ze meegenomen. Ik ga naar Amerika. Oh ja, ja. Oh, was goed. Ja, was vorige keer. Ja. Oh, wie ging de vorige keer naar Amerika? Hun. Echt? Ik had het idee, we gaan hem opsturen naar Amerika. Doei, ja. Goede reis. Doei. Oké, okay, en dan gaat het wel. Doei, veel plezier in Amerika. Doei.
Kijk, hop, over deze. Dag. Doei. Doei. Zo. Zo. Oké, we gaan even iets daarin. Zo. Ja, nou, doen we hem even openmaken. Ja. Oh! Nee. Jezus. Nee, niet te dicht bij het gezicht, hè, want anders klopt het ding tegen dat. Nee, niet direct in het gezicht. Nee, nee, nee. Laat maar. Wacht, de verrassing is er weer weg. Nee, laat maar. Doe eens, nee, doe eens zakken. Goed, op! Oké, wat denken jullie? Als we deze kus hier tegenaan zetten en dan Jesse? En dan dat we... Ja? Dat we dan daarna kunnen... Ik vertrouw het niet. En dat we daarna kunnen omdoen. Oh, ja, Rachel is hem even mooi aan het versieren. Kan ik die langs? Ja, ik denk het. Ja, je moet alleen oppassen hier, want hier... Kom, moet ik al eind? Hand. Wat? Oh, ja, ja, ik hoop het. Ah! Goed, papa, yes. Zoetje. Tegenaan duwen. Ja, oké, okay, jongen, dit wordt de mooiste glitterglijbaan ever. Je gaat hem ook proberen nu? Ik weet het niet. Jawel, dat is goed. Ja, papa. Ja? Ik ben gewoon dat ik dadelijk keiveel pijn heb. Nee, jongen, valt hem mee. Ja. Kijk, dit stuk is echt niet goed, hè. Wat dan? Kijk. Nee, hoezo, je glijdt zo, je komt hier tegenaan. Kijk, glijdt, het enige, kijk, hij moet nog meer naar beneden, dat is het enige. Oké, okay, nou, veiligheid boven alles. Wat ga je doen? Deze daar neerleggen. Ja? Jongen, dit is de mooiste glijbaan ooit. De vorige keer, toen zijn we er iets op gaan schrijven. Gevaarlijk. Wat zei je? Gevaarlijk. Gevaarlijk, ja. Wie gaat degene die als eerste nu erop gaat, die mag schrijven. Jij mag wat doen. Sam, jij mag wat schrijven. Nee, je moet eerst wat schrijven hier zo nog. Oh, hoe? Ja. Wat de fuck? Oké. Ja, heel veel wat op Jesse. Jesse is even bezig met veiligheidsnormen. Dan moet ik toch eerst de grap gaan? Ja. Ik moet eigenlijk waarin opschrijven. Wat moet het? Warning. Warning, ja. Gevaren. Gevaarlijk is het. Ja, nou dat staat ongeveer gevaarlijk. En dan doe ik hier nog even voor de zekerheid. Dat is helemaal duidelijk. Daarom. Weet u dan wat het wordt? Paddenstoel. Huis? Doodskop. Doodskop. Jij gaat eerst. Oh, dit wordt leuk, jongens. Oké, Sam gaat erboven. Ga je helemaal niks aanraken? Nee, nee. Eerst wat ben je doen? Oh. Ja, zijn die... Ja. Hey! Ik ben bang. Nee, je hoeft niet bang, Sam. Was het eng? Nee, toch helemaal niks. Oké, zal ik mee naar boven gaan? Ga je mee? Moet Sam jou komen helpen? Is goed. Nee! Ik vind het echt! Nee! Ik ben niet aan! Ja, en kijk! Laat los, laat los! Wow! Ziek! Nou, dat is jouw succes! Rachel moet ook nog eerst voor de journalist mollen. Nee, laat Rachel nu eerst, hè? Nee, ik ga vallen. Ja, nee, dat valt wel mee. Ik heb niet meer aan. Wat even, wat zijn mijn pijn? Wat? We moeten eerst nog de kussens terug hebben, toch? Ja, nee hoor, dat moet er net vooruit. Oké, ik ben thuis. Ja? Kees, kom maar. Ja, dit is kussen.
Ja! Verzitten. Ja! Als jullie afdenken, waar is Rochelle? Die ligt daaronder. Ja! Oké, okay, nou, dit was onze glijbaan. Wat voor punt gaan we het geven? Ik een 1000 triljoen om ontelbaar. Ontelbaar, oké. Okay. Sam kan wel gewoon normaal punt geven. 8. Een 8. En jij? 8,5. Oké. Okay. En ik heb een 6. Een 6? Van school. Oh. Oké, okay, nou dit was onze video. Als mensen nog geen abonnees zijn, moeten ze... Abonneren! Doei! Ik ben